Zondagmiddag te gast Stan Valks. In de jaren 90 een noeste verdediger van PSV. Voor vragen aan hem, perstribune@omroepmax.nl of hashtag de perstribune via Twitter dus. Vliegende keep Jules van der Wart is bij Karsten Kroon, ooit de nummer 2 in de goldrace. Dit jaar kijkt Kroon niet, wij wel natuurlijk. Als er wat te melden valt, hoort u dat. En we kijken terug op de afgelopen mediaweek. Een week waarin deze uitspraak over Tweede Kamerlid Jesse Klaver, presentator Fons de Poel, duur kwam te staan. Snotneus. Dit was Brandpunt. Goedenavond. Hij zei het naar aanleiding van de uitspraak van Klaver over de bonussen bij ABN AMRO. Hoe onafhankelijk is Fons als het gaat om de bank? Hij deed er onlangs nog een snabbel. Ik praat erover met Hans Larousse, voorzitter van de Raad voor de Journalistiek. De wedstrijd Feyenoord Go Ahead Eagles in de dying seconds van de eerste helft is het 0-0. Het is de wedstrijd die we volgen uiteraard op Radio 1. U bent welkom bij Max op NPO Radio 1. Stan Valks, goedemiddag Stan. Hallo, goedemiddag. Je werd even afgeleid door Feyenoord Go Ahead. Ja, ik zit te kijken. Ja, Feyenoord heeft wel een paar goede kansen gehad, maar het houdt nog niet over. 436 wedstrijden in het betaald voetbal speelde je. Als ik mis zit, dan zeg je het maar. Ja, ik weet het niet precies, maar het waren er veel. Ja. Ja, voor VVV, PSV en natuurlijk ook Sporting Lissabon tussendoor. Tussen VVV, dus PSV en PSV, zal ik maar zeggen. Zo ging dat toen. En wat doe je vandaag de dag? Ik ben sinds vorig jaar, vorige zomer eigenlijk weer bij VVV in de slag gegaan. Mijn club waar ik ooit begonnen ben als speler. Ja. Als manager, zeg maar. In de Jupiler League nu? In de Jupiler League, ja. En dat is een knotsgekke competitie waarin iedereen van elkaar kan winnen. En tot nu toe winnen wij de wedstrijden tegen de betere ploegen. En verliezen wij, laten wij de punten liggen tegen de kleinere ploegen. Dus, minus NEC natuurlijk, hè? Met afstand kampioen geworden. Ja, dat zat er ook een beetje aan te komen. Rode JC is denk ik een grote tegenvaller. Hè? En daar hadden ze denk ik meer van verwacht. Maar wij moeten ons nog zien te kwalificeren voor de play-offs. En daar hebben we nog 3 wedstrijden voor. En we hebben nog een paar mooie tegenstanders. Dus wie weet wat de toekomst dan brengt. Heb je nog naar PSV Heerenveen gekeken gisteravond? Ja, uiteraard. Ja. Het was een leuke wedstrijd. Ik denk dat de sfeer er al meteen goed in zat door het snelle openingstreffer. En dan zie je tijdens zo'n wedstrijd zie je de ontlading op de tribunes al groeien. En een mooie avond. Maar niet in het stadion? Nee, ik zat niet in. We hadden zelf al wat georganiseerd thuis. Dus we hebben het thuis gezellig gehad. Ja, maar kom je er wel nog? Ik ben er regelmatig bij wedstrijden op de hertgang af en toe. Dus er is wat dat betreft zit er geen oud zeer. Nee, daar komen we straks nog even over te spreken. Maar nog even terug naar de titels van PSV. Want je hebt er ook de nodige te pakken gekregen. Ja, ja. Ik heb 10 titels bij PSV meegemaakt. Zeg maar 5 als speler en 4 als manager, zeg maar. En nog eentje als soort ambassadeur en jeugdtrainer en alles. Dus en iedere titel moet gevierd worden. En geen enkele titel is met elkaar te vergelijken. Dus, is er één die er uitspringt voor jou? Ja, de meest bizarre is wel, denk ik, 2006, 2007... toen we eigenlijk de laatste speelronde als derde stonden. En gedurende de wedstrijd, toen AZ speelde bij Excelsior. Dat was een knotsgekke middag, bij Willem II en het scoreverloop. Ja, dat kwam allemaal, dat viel allemaal goed voor ons. En toen voel je het op de tribunes in Eindhoven kwam een soort ontlading. Ja. Dat je die spanning die werd per minuut opgevoerd. Dus dat was echt kippenvel. Dat was een middag waarop om de 30 seconden even een andere kampioen was. Dat was heel spannend. Ja. Dat was al moeilijk bij te houden allemaal. Maar dus dat was een mooie emotionele middag. 20 interlands speelde je voor Oranje. Je hebt daar niet in gescoord, maar er gebeurde wel dit. De Goeie heeft getrapt. En Branco kopt. De bal gaat naar voren richting Bebeto en Romario. De laatste staat minstens 5 meter achter Stan Valks. Daar. Ik weet dat Romario 5 meter achter mij staat. Precies in de richting waar die bal gekopt wordt. Dus ik blijf staan en ik verwacht gewoon dat het buitenspel is. Iedereen blijft staan? Ja, iedereen blijft. Wij waren toen op dat moment ook maar gewoon met 2 verdedigers, Jan en ik. En dus ik blijf staan. Die bal valt 5 meter over mij heen. Omdat daar stond Romario buitenspel. En in één keer zie ik Bebeto aankomen. Die schijnt geloof ik ook buitenspel gestaan te hebben. Niet gevlacht voor buitenspel. Bebeto kan zo. En doet dat. Bebeto scoort 2-0 daar waar het absoluut op buitenspel leek. Ja, het WK 1994, zo dichtbij.
Ja, nou ja, dit was de kwartfinale. Maar ja. Ja, dat net voordat voor de WK waren volgens mij de buitenspelregels wat veranderd. En ja, dat, wij speelden daar dus ook op. En alleen ja, volgens mij kwam die grensrechter uit Bahrein of Costa Rica. Dus ja, dat heeft ons toen wel, denk ik, zeker twee doelpunten gekost. En hoe kijk je daar 20 jaar later op terug? Nou, op de WK op zich wel als het hoogtepunt uit mijn carrière. Dat heb ik lang niet toe willen geven. Omdat je niet verder dan de kwartfinale bent gekomen. Maar uiteindelijk als je terugkijkt en nu na al die jaren de zaak wat je hebt laten bezinken, is dat toch wel het mooiste om mee te maken als speler. Want 20 interlands achter je naam, dat is een mooi aantal natuurlijk. Ja, ja. Dan hadden er eigenlijk wel wat meer moeten zijn. Ja. Waarom? Nou, ik vond eigenlijk dat ik al eerder voor Nederland zelf al in aanmerking kwam. Alleen dat vonden de bondscoaches toen niet. Wie waren dat toen? Was dat Michels? Beenhakker was in 94. De eerste was Michels. Ik ben toen door Michels uitgenodigd. Ja. Dat was in 1990. En toen heb ik er 2-3 gespeeld. En toen ben ik 2 jaar eruit gegaan. En toen net voor de WK eigenlijk. Want ik had eigenlijk, ik reken niet eens op uitnodiging van Dick Advocaat toen. Want ik had mijn bruiloft al vanuit Lissabon georganiseerd op 17 juni. En 17 juni was de openingsdag van de WK. Dus toen, dus ik hield er toen eigenlijk geen rekening mee. Nee. Nou ja, van uitstel kwam geen afstel. Nee, dat is nog steeds dezelfde mevrouw? Ja, nog steeds dezelfde. Nou ja, ik vraag voorzichtig, je weet het nooit. Alles vragen maar. We zijn 2 decennia verder. Jij was een snoeiharde verdediger. Ja. Ja, maar wel fair. Hard en fair. Ik bedoel, ik maakte geen ellebogen of bewust mensen uit de wedstrijd schoppen of trappen. Maar ja, ik zocht wel de grenzen op, ja. Ja, hoe kom je zo hard? Ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, dat is misschien opgroeien op de straat en altijd willen winnen. En ten koste van alles altijd willen winnen. En dat heb ik ook lang volgehouden. Ik denk tot mijn 33ste. Ja, was ik denk ik nog bereid om of zelfs op een training de struik uit de grond te lopen als ik daardoor een tegendoelpunt kon voorkomen. Later, toen ik eerste keer dat ik mijn kruisband scheurde, toen werd dat wat minder en toen moest ik zuinig op mijn lichaam zijn. Maar ja, ik heb daar wel eigenlijk altijd profijt van gehad. Wat je, en voetbal je nog steeds? Zo vaak mogelijk. Alleen lig ik nu in de kreukels. Dus, harde verdediger tegengekomen? Nee, niemand zelfs. Het scheurde helemaal af. De Achilles bij de overgang. Achilles, pees, kuit, spier. Dus daar ben ik nu aan het revalideren. Maar ja, ik speel normaal in het vierde elftal van Arsen. Met vrienden van vroeger. Met een paar jongens van oud-VVV nog. En met oud-PSV, oud-VVV, World Master Team, oud-Nederlands elftal. Dus 4-5 teams. En ook nog in de zaal. Ook nog. Dus, zeg maar, waar komt die fascinatie dan vandaan? Ja, ik vind het nog steeds het leukste om zelf... Zelf voetballen vind ik nog steeds het leukste. En ja, gelukkig ben ik door de jaren heen... heb ik weinig blessures gehad. Kan ik dat ook? Sommige jongens die kunnen dan... kunnen dan niet meer, of fysiek zijn ze niet meer in staat. En sommigen hebben er ook geen zin meer in. En dat vind ik heel vreemd. Sommige jongens die altijd gevoeld hebben, die hebben er geen zin meer in. En dat, ja, ik kan me dat eigenlijk amper voorstellen. Wie was jouw voorbeeld als voetballer? Dat was Johan Neeskens. Oh ja, vandaar dat je ook... vrij harde verdediger was. Ja, maar ook, hij speelde met passie. Hij kon verdedigen, hij kon aanvallen. Hij zeilde zich altijd weg voor het team. Dus ja, en qua karakter heb ik heb ook wel een beetje vergelijkbaar karakter. In dienst van. Voor de jeugdige luisteraars, Johan Neeskens van de jaren 70 en het grote Ajax natuurlijk. Hè? Een bikkelharde middenvelder. Ja, maar ik denk dat de jeugdige luisteraars amper mij kennen. Is dat zo? Gaat het zo snel in de voetbalwereld? Ja, ik ben inmiddels ook al 15 jaar geleden gestopt. Dus ja. Ja. Nog altijd met afgezakte sokken spelen? Totdat er volgens mij in 89 of 90 werd het verplicht. Ja. Ja, en toen heb ik in het begin met bierviltjes gespeeld. Dus dat werd toen niet gecontroleerd. En nu wordt het bij de amateurs op zondagochtend wordt het wel gecontroleerd. Oh. En wil je doorgaan zoals Jacques Zwart, die inmiddels geloof ik diep in de 70 is en nog altijd voetbalt? De grote Jacques van Ajax? Nou, ik heb een paar maanden geleden nog met de oude internationals samengespeeld met Jacques. En dus ik hoop dat ik dat ook vol kan houden. Dat is bijzonder. Dat is ook bijzonder, maar ja, dat is ook de passie en de liefde voor het voetbal. Stan, wat is jouw nieuwsmomentje van deze week? Ja, er zijn natuurlijk altijd wel nieuwsmomenten. En er is dagelijks worden we bestookt met nieuws over IS. En ook, de vluchtelingen die daar omslaan met boten en zo. Maar ja, deze week is denk ik
de bed, bad en brood discussie toch wel meest aansprekende. Ja, de ruzie in het kabinet, in de coalitie over de opvang van de illegalen. Ja, uitgeprocedeerde asielzoekers. Ik vind dat een beetje een Nederlands op zijn smals. Dat, dat we voor iedereen proberen we iets te regelen en voor deze mensen niet. En ik snap ook wel dat er echt op paal en perk gesteld moet worden. Maar dat het kabinet hier niet uitkomt en dat het dreigt te vallen, dat is wel bizar eigenlijk. De discussie klinkt op radio en televisie ongeveer zo. Van bed, bad en brood wordt het in ieder geval nu bed. En dat lijkt me voor jullie ook heel verstandig. Bent u er nog niet uit, meneer Samson? Nee, nog niet. Wat is er ingewikkeld aan wel opvang of geen opvang? Ja, het hele dossier is natuurlijk ingewikkeld. Dus gaan we morgen eens eventjes rustig over verder praten. Meneer Rutte, gaat u eruit komen? Ja, daar wat goede hoop op. Fijne avond. Ja? Ja, de heren Rutte en Samson in omgekeerde volgorde van opkomst in dit nieuwsmomentje. Ben jij een sociaal mens, Stan? Ja, ik ben heel sociaal. Ja, sociaal opgevoed ook. Groot gezin. Dus je moet altijd rekening houden met. En ja, ik kan me herinneren toen ik dan zeg maar vijfde, zesde klas lagere school zat. Als er dan in ons dorp al mensen van buiten afkwamen, dan bekommerde ik me daar altijd om. En later bij voetbalclubs, dan als er nieuwelingen kwamen, dan bekommerde ik daar ook altijd om. Dus ik ben zeker sociaal. Ja. En niet asociaal. misschien leek dat op het veld af en toe, maar... Ja, u bent gewoon een heel aardig mens. hoop je. He? Nou, nee, daar doe ik het niet voor. Maar dat zeg ik van nature. Ja, nee, zeker. Het is goed om sociaal te zijn. Straks meer over VVV en PSV. Als u vragen hebt aan Stan Valks, perstribune@omroepmax.nl. Twitter, hashtag de perstribune. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De vliegende kiep. Kiep Jules van der Wart. Ja, ik ben nog steeds in Vroenhoven thuis bij Karsten Kroon. En we hebben net zijn dochter al horen piano spelen. Hij zei, andere dochter kan ook nog heel goed viool spelen. Maar wat jij nu eigenlijk doet, is gewoon genieten van je vrije tijd. De Amstel Gold Race is bezig en je bent gewoon lekker thuis met je gezin. En je denkt, het is allemaal maar goed. We hadden je een paar weken geleden aan de telefoon en toen was je bezig met vogelhuisjes maken. Was dat in deze ruimte? Nee, dat was ergens anders. Het was niet bij me thuis. Mijn vrouw die doet iets bij een corporatie die biologisch voedsel verbouwt. En er was een ledenvergadering. En voor die ledenvergadering was ik daar dan. Die had mensen die wat kinderen bij zich hadden. Daar ging ik vogelhuisjes mee maken. Dat vind je leuk om te doen? Ja, dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Gisteren heb ik nog ik heb een boomhut gemaakt. Een boomhuis eigenlijk. In de kerstboom achter in de tuin. En die meisjes die wouden een deur. Dus het moest echt helemaal dicht kunnen. Dus ik heb er een deur gisteren in gemaakt. En heb je die dan hier gemaakt? Want we staan bij die zaagmachine. Ja, ik heb hier zitten zagen. Laten we eens even horen, want anders meer geloven mensen het gewoon niet. Maar ik ben echt een bouwvakker. Ja, ik hoor het al. Weet je, het gaat nu om het idee, want... je gaat misschien later vandaag weer wel verder. Maar die boomhut is bijna klaar nu en die deur die heb je hier gemaakt. Die deur heb ik hier gemaakt, ja. Want je bent druk bezig, want ik kwam binnen te zeggen van ja, hier in deze ruimte of zo, wat wil je hier maken? Nou, het is eigenlijk... Oude Belgische boerderij dit, hè? Ja, in Nederland heb je het eigenlijk niet. Het is eigenlijk een vierkantshoeve of een carréhoeve. Dus je komt binnen door een grote poort en dan kom je op een binnenplein. En dit gedeelte waar we nu naar kijken, dat is het woonhuis, maar dat is nieuw gebouwd. Ja, heb jij dat laten doen? Ja, ja. Heb je het ook zelf bedacht? Gewoon een overleg met een architect. Dus, en daaromheen heb je, rondom het plein heb je stallen. En een gedeelte van de stallen, daar ben ik van plan om een appartement te maken. Ja, want dit is misschien 6, 7 jaar oud. Misschien 10, ik weet niet, dat mag jij zeggen. 4 jaar. 4 jaar zelfs. Maar dit is meer dan 100, denk ik. Ja, dit is denk ik 150 jaar oud, ja. Maar het ziet er geweldig uit. Laten we naar binnen. Oh, drinkjesbakjes voor kalfjes en koeien, geloof ik. Ik zie hier zo'n voorhamer en je hebt het wel netjes aangeveegd. Ja, dat heeft mijn schoonvader gedaan. Ik ben niet zo netjes. Ik ben meer van het grove hak- en sloopwerk, dat vind ik leuk. Hier zit een oude schoorsteen nog, denk ik. Ja, en hier heeft een boer die heeft hier gewoond en op een gegeven moment die is overleden. Het heeft iemand het gekocht, een van de buren, die heeft dit gekocht. En die had het idee dat het een hele rijke boer was en dat er ergens een schat verstopt lag. Dus die heeft die hele schouw kapot gemapt. Dus maar er lag geen schat in verstopt. Nee, jammer. Ja. Maar ga jij nu verder zoeken of niet? Nou ja, ik... Kijk, daaronder zit ook nog een teken. Ja, ik ga alles natuurlijk serieus eruit slopen. En wie weet word ik hier schatrijk, joh. Ja, het zou leuk zijn. Maar eigenlijk ben je al schatrijk. Want als je dit hebt, dan dat is zo mooi waar je wat van kunt maken. En hier wil je een slaapkamer maken of een apart huisje? Nee, een appartement. Dus we staan hier, het is denk ik een meter of het is 5 op 6 meter.
op 2 verdiepingen. Ik heb het plafond eruit gesloopt, dus er komen nieuwe eikenbalken komen erin. En daarboven boven de poort is nog een hooizol. Daar wil ik ook nog een slaapkamer maken. Dus dat eigenlijk een plek wordt waar 4 mensen gewoon kunnen slapen. Maar gewoon gasten van jou of je een bed and breakfast? Nou, een bed and breakfast, dat is op zich zou het kunnen, maar het is... Daar moet je eigenlijk altijd thuis zijn en daar heb ik gewoon niet zo'n zin in. Dus. Maar misschien om het te verhuren als vakantieappartement. En ik zit eigenlijk wel te denken om iets te gaan doen in combinatie met de week Amstel, Waalsepel, Luik. Om dan hier gasten te ontvangen en dan met die gasten die klassiekers te gaan rijden. Ik kan me wel voorstellen, kunnen ze hier overnachten? Jij kunt ze al het parcours laten zien. En ja, je hebt er ruimte voor, want je woont natuurlijk in een fantastisch gebied hier. Ja, het is net België, maar eigenlijk Zuid-Maastricht, om zo maar te zeggen. Ja, absoluut, dat klopt. Ja. Maar... Heb je nog meer van die plannen? Want je werkt ook bij Eurosport. Je bent net gestopt. Kun je nu doen wat je wil? Of zeg je van, nou, ik ben nog met iets bezig, maar dat zal nog even tijd kosten? Nou, het zijn natuurlijk twee hele verschillende vragen. Maar ik kan in principe doen wat ik wil en ik maak me totaal niet druk. Dus ik werk nu voor Eurosport. Maar ja, dat is maximaal 80 dagen per jaar. Nou ja, dat is nogal wat. Nou ja, een jaar heeft 365 dagen, dus er blijven nog heel veel dagen over. Ja, maar het is wielrennen, hè? Dat gaat wel ergens om. Je kunt ook korfbalverslaggever zijn, bij wijze van spreken, en dan heb je veel minder wedstrijden. Ja, dat klopt. Maar goed, het is natuurlijk geen volledige baan. En ik heb nu net een contract getekend bij Shimano. Dat is als consultant op het gebied van ontwikkeling van fietsonderdelen. Dus dat is ook hartstikke leuk. En ja, voor de rest heb ik niet zoveel ambities eigenlijk. Gaan we nu stoppen met dit gesprek. 1 tip nog. Wie wint er vanmiddag? Ja, ik hoop eigenlijk van Verde. Het zou mooi zijn. Hij is er zo vaak dichtbij geweest. Maar ik geef Matthews de meeste kans. Gaan we daarvan uit. Dankjewel voor dit gesprek. Alsjeblieft. Ja, en Tim is er nog. Ja, dank je. Jules van der Wart en oud-wielrenner Karsten Kroon. Te gast bij de perstribune Stan Valks, verdediger van VVV, PSV, Sporting Lissabon en Oranje. Met die afgezakte sokken. Hebben het over gehad. Er is post voor je binnengekomen, Stan. Oké. Okay. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Beste Stan, je zal wel verbaasd zijn dat ik gevraagd ben om wat over jou te vertellen. Onze relatie gaat al heel wat jaren terug. Eerst als voetballer, toen ik je bij VVV weghaalde. Daarna ben je naar Sporting Lissabon gegaan. Daar hebben we je ook weer teruggehaald naar PSV. Je was een geweldige karaktervoetballer, uiteraard een goede voetballer. Daarnaast een enorme levensgenieter. Je bent bij mij samen gaan werken in mijn zaak als makelaar. Tot het moment dat PSV je vroeg om daar manager te worden. Inmiddels ben je daar ook weg. En doe je geloof ik nu wat, doe je wat werkzaamheden voor VVV. En ook weer wat makelaarsactiviteiten. Nou, we zien elkaar wel regelmatig. En ik hoop dat je zondag het kampioenschap van PSV ook mee gaat maken. In ieder geval, we zien elkaar. De groeten van Kees Ploegsma. Kees Ploegsma, ja, de vroegere de baas van PSV, hè, directeur. En later is hij de spelersmakelaardij ingegaan. Waarom ben je aan de slag gegaan ooit bij hem? Nou, het was in ieder geval leuk om dit van Kees te horen. Ja. Dus, Kees was denk ik een van de eerste managers, zeg maar, bij een club. En die het zowel zakelijk als sportief allemaal goed in de gaten hield. En ik ben bij hem gaan werken eigenlijk omdat hij mij vroeg of ik zin had na mijn actieve carrière bij hem in het bedrijf te komen. Dat was in 2000, zeg maar, meteen nadat ik gestopt had. Toen had ik ook een aanbod van PSV. PSV wilde mij ook behouden in verschillende functies als jeugdtrainer, ambassadeur, gastheer en dat soort zaken. En omdat ik niet wist wat ik het leukste vond, heb ik toen eigenlijk beide 1 jaar gedaan. En toen kwam ik er na 1 jaar achter dat een makelaarswereldje, zeg maar, spelers begeleiden, wedstrijden kijken, vrijheid met je agenda, dat mij meer paste dan als trainer of zo. Dus dat heb ik toen 4 jaar gedaan en hartstikke mooie tijd. Wie had jou onder je hoede? Weet je de naam? Onder andere toen Bjorn van der Doelen, Tommy van der Leegte, ja. Ronald Waterreus, Ernst Faber. Ja, dat waren dan een aantal PSV'ers.
Ja, even... Nou, Faber, die zit nu op de bank als rechterhand van Cocu. Ja. En die gaat weg, ja. Ja, die gaat misschien naar Eindhoven of zo, ja. Ja, ja, maar jij begeleidde ook wel eens medespelers. Dat kunnen we laten horen, want jij was de tolk van Ronaldo. Samen met Niels spelen, dat lijkt me heerlijk voor een spits die zo graag doelpunten maakt als jij. Muito fácil. Muito fácil. Nunca joguei com um jogador de uma qualidade tão grande como a do Luke Niels. Hij zegt, hij heeft er nooit met een speler samengevoerd die zo'n veel kwaliteit bezit als Luc, waar hij nu mee samenspeelt. Ja, je had natuurlijk Portugees geleerd bij Sporting. Ja, dat was heel toevallig allemaal, ja. Ja. En, maar daarvoor speelde Romário bij PSV. En toen sprak ik geen Portugees, dat ging toen met handen en voeten. Maar toen ik uit Lissabon terugkwam, ja, toen had PSV net Ronaldo gecontracteerd. Dus dat was wel heel leuk. En ja, Ronaldo was toen heel speels en die was volgens mij 16 of 17. Dus ja, veel leuke dingen meegemaakt. Ja. Zeg maar, hier komt dus die sociale standvalks naar voren. Want betekent je dan ook wat voor zo iemand als die in Eindhoven terechtkomt? Nou, in die tijd had je natuurlijk ook een teammanager. Maar ja, je probeert wel te ondersteunen. Ik kan me herinneren dat we daar ook wel eens regelmatig thuis waren bij Ronaldo over de vloer. En dan stond de verwarming op 38. En dan liepen ze allemaal in een korte broek en een badslippers. Net alsof ze in Rio op het strand liepen. En zijn vriendin of vrouw die had de hele drogisterij leeggehaald. En dan moest mijn vrouw adviseren. Dus nee, dat was wel. Maar daar had je geen dagtaak aan. Maar dat was wel leuk om te doen. Zeker. De Gold Race is aan de gang. Want je komt uit Limburg, liefhebber. Ik heb vroeger altijd wielrennen gevolgd. De laatste jaren wat minder. Sinds vorig jaar is het weer ietsjes teruggekomen. Ja. Die Gold Race bestaat 50 jaar. En dat wordt natuurlijk gevierd. Onder andere met een boek. En aan de lijn is de schrijver, sportjournalist Wiel Verheesen. Goedemiddag. Hoi. Meneer Wiel, u zit nu in de buurt van de Gold Race, hè? Ik zit in de perszaal, 100 meter voorbij de finish. En hoe is de situatie in de koers? Nou, dan moet ik het antwoord schuldig blijven. Ik ben hier net gearriveerd, want ik zat een uurtje terug in een ander radioprogramma van de Limburgse zender. L1. En toen ben ik hier naartoe gekomen. Ja. Dus ik kan je op dit moment echt niet dingen. Dat klinkt gek voor iemand die 50 jaar de Gold Race gevolgd heeft. Maar het is wel zo. Zeker, maar de koers is nog lang, zullen we maar zeggen. Ja, ik wil niet zeggen Parijs is ver, maar... Ze zijn er niet op de helft, dus nee, de koers moet beginnen. De Kouberg, die krijgen we nog. Zeg maar, je hebt wel meegemaakt dat Jean Stablinski won, hè? De fameuze... Ja, ik heb ze alle 50 meegemaakt. De laatste jaren uiteraard, want ik ben inmiddels 70 ver voorbij... Ja. Als genodigde, als gast, dat vind ik wel leuk dat ik toch op die lijst sta. Maar ik heb ook nog een aantal jaren na mijn pensionering bij het Limburgs Dagblad... Ja. heb ik nog aan L1 meegewerkt als co-commentator. Maar inderdaad, ik heb die ook dus in 1966 meegemaakt. Ja. Ongelooflijk. Zeg, en voor het boek, laten we er één ding even uitpikken. Heb je gesproken met Jan Raas, hè? De Jan Raas. Want hij is onbereikbaar, lijkt het wel, voor wie uit de journalistiek komt. Maar hoe is het gelukt? Ja, hoe is dat mij gelukt? Dan moet ik in eerste instantie zeggen, ik heb met Jan altijd een goede band gehad. Dus vanaf dat hij beroepsrenner werd en ja, ik als journalist. Dan krijg je, hoe moet ik het zeggen, als journalist is het ook met topsporter. Dat is een haat-liefdeverhouding. Ik bedoel, iedereen doet zijn werk. Maar op een of andere wijze klikte dat toch. En ja, naarmate de jaren vorderden, en zeker ook na mijn pensionering, werd er ook een vriendschap en kwam eruit. En toen komt het boek op tafel. Ja, er moest natuurlijk een hoofdstuk Jan Raas in. Jan Amstel Gold Raas. En ja, toen heb ik gebeld. En Jan die heeft toen duidelijk gezegd, Wiel, jij en Benny Keulen... de huidige perschef van de Amstel Gold Race. Jullie twee zijn de enigen die me mogen bellen waarmee ik nog wil praten. Maar als jij komt, wel over de Gold Race. Ja, want Jan Amstel Gold Raas, 5 keer gewonnen. En hoe kijkt hij daarop terug? Ja, natuurlijk. Kijk, Jan toont zijn emoties niet altijd. Ik heb wel eens in een interview laatst ook nog gezegd... van ik heb hem zelden uitbundig... te zien na een overwinning. Toen hij wereldkampioen werd, dan ging hij uit zijn dak. Maar als hij een etappe won in de Ster van Bessèges, dan zou hij het liefst rechtstreeks doorgereden zijn naar het hotel.
Maar de Amstel Gold Race, dat is voor hem ja, toch iets speciaals. Ja. 5 keer winnen, 5 keer bovendien de klassieker van Nederland. Ja, dat heeft hem toch wel heel veel genoegdoening verschaft. Ja. Maar hij is toen met ruzie bij de Rabobank weggegaan, waar hij de baas was van de ploeg. Trof je een verbitterde man? Nee, integendeel. Maar nogmaals, dat zou ook kunnen vanwege het feit dat we het redelijk goed hebben kunnen vinden. Nee, want daar wilde hij ook verder niet over praten. Hij zegt, Wil, ja, daar kunnen we wel uren over praten, maar ik doe dat niet. Ik laat daar met niemand over. Jij mag komen en we praten over de Amstel Gold Race. Ja, dat is dan een afspraak die je maakt. En dan kun je wel zeggen, als journalist zeg je, godverdorie, dan moet ik ook even dieper doorvragen. Maar dan had hij toch niks gezegd. Dan had hij... Ik ken hem dan goed genoeg, dan had hij tegen mij gezegd, we sluiten de boeken, we gaan een pintje drinken. Het is inderdaad over de Amstel Gold Race gegaan. En daar heeft hij het met name ook over zijn eerste overwinning. Ja. Dat hij dan, die hij dan toch de mooiste vindt, omdat het de eerste was. En omdat hij net met ruzie toch bij post was weggegaan. Hij had toen net tevoren Milaan San Remo gewonnen. En komt toen uitgerekend in die gold race op kop te zitten... Ja. Met twee ex-ploegmakkers van rally, Henny Kuiper en Gerry Kneteman. Ja. Ja, en om die dan ook nog weer te kloppen, dat geeft dan toch ook weer extra voldoening. Wil Verheesen, dank je wel. Ik wens je een mooie koers vanmiddag. Goed, dank je wel. En aan het weer zal het in elk geval niet liggen. Het is prachtig. Dank je wel, Wil Verheesen. Ja. Verslaafd aan het wielrennen. Ja, die man is al zoveel jaar betrokken bij de Amstel Gold. 50 meegemaakt stand, het is wat, hè? Ja, geweldig. Ja, de beleving en passie als je voor een bepaalde sport houdt. Ja. Tot 2 uur, de perstribune. Tweede helft, Rotterdam, Armand. 10 minuten bezig in de tweede helft in de Kuip. 0-0. Twee wissels in de rust van Feyenoord. Twee kinderen van Varkenoord in de ploeg gekomen. Jean-Paul Boetius en Tony Villena. Voor Atjabar en Toornstra. Rutte niet tevreden over het spel van zijn ploeg. En dat begrijp ik zeker omdat Go Ahead in de tweede helft ook gevaarlijk is. Nu een voorzet van de Sa vanaf de linkerkant. Plek met de kopbal. En dat is bijna de 0-1 in deze wedstrijd. Maar Vermeer ziet tot zijn opluchting dat de kopbal van de spits van Go Ahead een kleine meter over het doelmat verdwijnt. Ja, Feyenoord moet toch echt oppassen. Want hij speelt onzorgvuldig in die tweede helft. Geeft veel te veel weg. Veel te veel ruimte aan Go Ahead. En is ook zelf aanvallend wat onmachtiger dan in de eerste helft. Waarin het veel kansen creëerde. Vooral via Colin Kazim Richards. Eén ding nog noemen. Want een doelpunt in de slotfase van Go Ahead van Bart Vriends werd afgekeurd. En naar wij nu zagen onterecht. Want Vriends stond niet buitenspel. Gleiner Plet wel. Maar hij werd niet betrokken in die aanval. Vriends scoorde uiteindelijk. Maar Kevin Blom keurde de goal af. Onterecht dus. Go Ahead had voor moeten staan. Maar het staat na 55 minuten voetbal in Rotterdam-Zuid. Nog altijd 0-0. Stan Valks, oud-voetballer van PSV, Sporting Lissabon, VVV... en vandaag de dag technisch adviseur van zijn oude club in Venlo. Sinds 7 jaar is PSV eindelijk dus weer eens kampioen geworden. Wat vind jij de kracht van dit team? De eenheid en de spirit die erin zit. En als je dan vergelijkt met voorgaande jaren... waar hebben ze de meeste winst geboekt, dan is het dat wel. Plus, denk ik, de meeste jonge spelers zijn een jaar ouder. De trainer heeft wat meer ervaring. En ik denk dat ze met het binnenhalen van Guardado en Luc de Jong... ook twee ontbrekende schakels bijgehaald hebben. Dus dat is denk ik... Dat is een gouden greep geweest, hè, de Mexicaan Guardado. En natuurlijk Luc de Jong. Ja, beide. Ja, maar dat hebben ze natuurlijk ook zelf in de gaten gehad. Maar daar hadden ze ook, daar had PSV en hadden de andere spelers hadden daar ook nood aan. En ook voor een trainer zijn dit allebei verlengstukken voor in het veld. En wat is de kracht van Cocu? Want ik herinner me discussies bij Studio Voetbal vorig seizoen. Nou, toen dacht ik, Cocu wordt morgen ontslagen. Nee, het ging ook niet zo best natuurlijk. Nee, maar ja, Philip heeft het geduld. En hij kan dingen heel goed uitleggen. Hij is nogmaals geduldig. Maar hij kan ook heel kwaad worden. Alleen, zo kennen de mensen hem niet. Dus hij komt naar de buitenwereld anders over... dan dat hij in werkelijkheid in een kleedlokaal is. En als mensen als Depay en Narsing... die een seizoen extra zijn gebleven om kampioen te worden... wat ze gelukt is, weggaan, wat dan?
Ja, dat zal. Ik denk dat PSV, zelfs al zouden ze blijven, zou PSV denk ik het elftal in de basis willen versterken. En ja, als dan de Pai en Wijnaldum of Narsing weggaan. Dus er moeten er 2, 3, misschien 4 spelers komen die in de basis of die de basis gaan versterken. Dus ja, dat is een mooie uitdaging. En de concurrentiepositie is natuurlijk behoorlijk verzwakt de afgelopen jaren van de Nederlandse clubs. Omdat wij natuurlijk de salarissen die ze in het buitenland kunnen betalen. Dus dan moet je bij spelers als Guardado of Luc de Jong, dat soort categorie, of die categorie spelers, moet je... Maar goed, als die 2 weggaan, bijvoorbeeld, of die 3, dan komen er ook heel veel eurotjes binnen, neem ik aan. Voor de schatkist is dat prima. Heel goed. Ja. Maar het zal niet meevallen om gelijke kwaliteit terug te halen. Ja, jij bent makelaar geweest, je bent bij PSV manager geweest. Je bent bij PSV met een conflict weggegaan, hè? Ja. Met Jan Reka, de toenmalige algemeen directeur. Ja. Ja. Kees Ploegsma, daar heb je ook wel eens wat mee gehad. Maar ben je wel weer vrienden mee geworden? Ja. Met Jan Reka? Nee, dat is eigenlijk niet meer goed gekomen. Nee, maar met Kees, dat was een verschil van inzicht, zeg maar. Maar dat is toen ik naar PSV kon. En met Jan is het eigenlijk ons laatste jaar, 2007, 2008. Toen heb ik 2 dagen nadat we kampioen werden, heb ik mijn vertrouwen in hem opgezegd. Omdat ik vond dat hij niet op een PSV-waardige manier die club aan het managen was. Ja. En er waren veel dingen en zo. Maar hij verweet jou dat je weer te nauwe banden had met... de spelersmakelaar? Nee, maar dat is daarna allemaal gekomen. Oh, ik bedoel, hij lag al een half jaar onder druk ook. Maar ik weet het. Toen heb ik mijn vertrouwen opgezegd. Dan daarna is een heel circus losgebarst. Hè. Maar sindsdien heb ik geen contact meer met Jan. Nee. Dus met Jan komt het nooit meer goed? Nee. Maar ja, als je 35 jaar in een voetballerij rondloopt en dat is 1 persoon, dan valt het nog wel mee. En het frappante is dat... Heb je met 1 persoon ruzie gekregen al die jaren? Nou, die ik geen hand meer geef. Wat nooit meer goed mee komt. Hand meer geef. Nee. Dus maar wij kennen elkaar al vanaf mijn 13e. Jan is mijn jeugdtrainer geweest bij VV. En hoofdtrainer en daarna heel veel samen gedaan. Dus ja, soms gebeuren er dingen zo. Ja. Vind je dat jammer? Vind je het spijtig of treurig? Dat is wel jammer. Maar ik heb er geen spijt van dat ik dat toen gezegd heb. Dus daar gaat het in eerste stap. Ja, zou je ooit weer kunnen werken voor een club als PSV? Of willen werken? Nou, ik ben nu met VV in zee gegaan. En daar is een hele mooie uitdaging. En voorlopig ben ik daar niet mee bezig. Alleen in de voetballerij is het natuurlijk ook zo dat er ooit in de toekomst misschien weer wel iets moois komt. Dus, maar ik ben hier hartstikke mooi, hartstikke tevreden mee bij VV. Ja, want jouw ambitie is nooit geweest om trainer te worden? Nee, ik had vanaf mijn 23e had ik zeg maar het trainersdiploma 3 en 2. Maar nee, en ik heb eigenlijk besloten om geen trainer te worden. Los van of ik een goede of slechte zou zijn geworden. Maar omdat ik, als je dan 18 jaar... Ik had 18 jaar gevoetbald en dan zit je al in een stramien van om 8 uur dit, 8:30 dat, 10 uur dat. En ik wilde eigenlijk wat meer vrijheid. En als je als trainer wil worden, moet je ook bereid zijn om je koffers regelmatig te pakken. En dat had ik eigenlijk, dat past eigenlijk ook niet in mijn plannen. Nee. Dus toen ben ik eigenlijk de andere kant op gegaan. En wat de toekomst wees uit dat ik in de functies die ik daarna vervuld nog vaker mijn koffers heb gepakt dan een trainer. Dus wat is wijsheid? In de perstribune kijken we altijd vooruit op de komende week. En nog even achterom, wat gebeurde er de afgelopen 7 dagen? Het was me het weekje wel, zeg. Een blik achter de schermen van Media Week 16. In week 16 nam Bo van Erve Dorens afscheid van SBS. Hoorden we dat de toekomst van Man bijt hond onzeker wordt. En werd de Nederlandse journaliste Frederike Gering vrijgesproken door een Turkse rechter. Het was ook de week dat de onafhankelijkheid van Brandpunt-presentator Fons de Poel in twijfel werd getrokken. Hij noemde Tweede Kamerlid Jesse Klaver, die een ABN AMRO-baas stevig aanviel, een snotneus. Later bleek dat de Poel ook commerciële klussen deed en doet voor die bank. Ondanks was hij te gast bij ons en toen zei hij dit over zijn onafhankelijkheid. Ik verzeker mij goed van de reputatie van de bedrijven of instellingen waar ik optreed. Ik doe nooit bijeenkomsten die ten dienste staan van salesactiviteiten of zo. Ik doe geen mediatrainingen. Nee. Ik word ingehuurd om maatschappelijk, politieke en economische thema's te begeleiden. En ik verkeer in het voortreffelijke gezelschap van vrijwel alle bekende televisiejournalisten van dit land. Hans Laroes, goedemiddag. Goedemiddag. Oud-hoofdredacteur van de NOS. Vandaag de dag voorzitter van de Raad... voor de journalistiek. Ja, wat doen we nu met Fons de Poel, Hans? Nou, daar ga ik
niet over. Ik begrijp dat het KONCV dit weekend met hem spreekt over wat er gebeurd is en hoe ze verder zouden moeten. Hoe zou jij gehandeld hebben? Waren hij een ondergeschikte van jou? Daar zou ik boos op hem zijn geworden. Ik heb dat eerder meegemaakt bij de NOS. Toen bleek dat een aantal presentatoren gesnabbeld had voor het UWV voor hele grote bedragen. En dat hadden ze niet gezegd. Dat moet. De CEO van journalisten die zegt niet dat het verboden is om te snabbelen. Maar die zegt wel dat je toestemming van je hoofdredacteur moet hebben. Omdat een hoofdredacteur moet bekijken of het eigenlijk wel kan. Ja. Kijk, het belangrijkste is natuurlijk de geloofwaardigheid van Brandpunt. Daar gaat het om. En wat vind jij daarvan dan? Nou, ik vind het heel onverstandig dat je daar als presentator een onderwerp aan elkaar praat. Dat gaat over banken waar je zelf voor hebt gewerkt. Ik wil niet zeggen dat Gerrit Salm van zijn poel belt en zegt: ik zou het op prijs stellen als je dit en dit zou zeggen en dat en dat niet. Nee. Want zo zal het niet gaan. Maar het gaat om de schijn. Het gaat erom dat je in de ogen van de mensen voor wie je uitzendt onafhankelijk bent. En dat die onafhankelijkheid, ja, die is niet zo heel erg sterk als blijkt dat je voor een aantal banken hebt gewerkt. Wat zou jij doen in deze kwestie, Hans? Behalve boos worden. Ja, nou, ik zou wel precies willen weten wat er allemaal is gebeurd. Ja. Ik ben ook heel benieuwd of de hoofdredacteur van KRO, Leo Feijen, het wist van tevoren, want dat is ook wel belangrijk. Ja. Ik zou Fons de Poel geen onderwerpen laten presenteren of maken die met banken te maken hebben. En misschien moet hij een poosje eventjes van de buis. Ja, want eigenlijk zegt hij: Wat misdoe ik? Ik behandel maatschappelijke thema's op een journalistieke manier. Ja, maar toevallig voor ABN AMRO door ABN AMRO. Maar dan redeneer je vanuit je eigen belang. Hè? Ja. Want je zegt voor jezelf: ik vind het prima om geld te verdienen en ik heb een goede klus en ik doe dat eerlijk en integer en whatever. Maar dat is de essentie niet. Het gaat er niet om wat jij van jezelf denkt. Het gaat erom wat jouw kijkers of luisteraars of lezers van jou denken. En als die twijfelen over jouw onafhankelijkheid, dan stel je dus je eigen programma eigenlijk ter discussie. Dan laat je Brandpunt risico lopen. En Brandpunt is altijd groter dan de persoon of de ego van de anchor. Ja, wat denk je? Zou het een versprekingje zijn geweest of heeft hij hier gewoon over nagedacht? En dat stopneus, hè? Daar gaat het over. Ja. Ik heb hem sneuneus genoemd. Dat had ik daar weer niet moeten doen. Want sommige dingen die vloepen eruit. En precies. Ik dacht, laat ik ook een geintje maken. Ja. Nee, in een uitzending weet je wat je doet. Dit is geen 20-jarige presentator die net komt kijken. Hij is geloof ik 60, hij heeft heel veel gepresenteerd. Hij weet wat hij zegt en hij weet ook wat het effect kan zijn. Dan kan hij wel zeggen: ik heb het anders bedoeld. Maar dat had hij dan toch, daar had hij dan toch beter over moeten nadenken. En zeker met deze achtergrond, dus het snabbelen en dan nog Jesse Klaver snotneus noemen. Die twee dingen bij elkaar opgeteld is niet heel erg verstandig. Kijk, nu bedenkt iedereen zijn eigen regels. Maar zou je dat niet gewoon bijvoorbeeld via jouw raad voor de journalistiek moeten doen? Zeggen: nou, maak een register voor journalisten. Dat hoeft voor mij niet. Kijk, waar het om gaat is dat de KRO in dit geval duidelijke regels maakt. Bij de NOS hebben we destijds, nadat het dus inderdaad niet goed ging bij een aantal mensen, hebben we ook hele duidelijke regels gemaakt en gewoon gezegd: nee, tenzij in heel uitzonderlijke gevallen mocht er nog wel eens iemand snabbelen bij nieuws. En eigenlijk is dat bijna niet meer voorgekomen. En dat is maar goed ook, want het programma is echt belangrijker dan het toevallige inkomen van een presentator. Zo is het, Hans. Ik dank je wel voor deze helderheid. En ik ben benieuwd wat er met Fons gaat gebeuren. Morgen of vandaag al. Want de KRO denkt er dus hard over na. Hè? KRO en CV. Ja, spannend fijn als ze laten weten wat ze doen, inderdaad. Ja. Oké. Okay. Dank je wel, Hans. Hans Laroes. Graag gedaan. Hoi. Ja, het is wat dan in de wereld van de media. Ja, het is net de voetballerij. Ja, hè, zeker. Ja. De voetballerij. Feyenoord, go ahead, Armand. Opmerkelijke lastige wedstrijd is dit geworden voor Feyenoord. 0-0 voorzet. Nelom, maar die gaat nergens heen. Boetius kan dat nooit meer belopen. Bal ook over de achterlijn. En wat gemor hoorbaar vanaf de tribunes in de Kuip. Publiek ontevreden over de wijze waarop Feyenoord die tweede helft acteert. Het is gewoon niet goed. Een kans, ja, hebben we gezien. Een schot van afstand dat door Van der Hart nog gered kon worden. De poging van Kazim. Maar verder is het allemaal een beetje pover wat Feyenoord laat zien. Het is van tevoren hadden de mensen van Feyenoord misschien wel verwacht: nou, dit wordt een hele makkelijke overwinning. En zo benaderen ze de wedstrijd ook een beetje. Zeker in die tweede helft. Ze hebben nog een minuut of 24 om die drie punten toch mee te nemen. 10 van de laatste 11 thuiswedstrijden won Feyenoord hier. De laatste nederlaag dateert zelfs van september tegen Ajax. Maar ze moeten nog vol aan de bak om de drie punten in Rotterdam-Zuid te houden. 0-0 in de Kuip. In de 67e minuut zitten we inmiddels. Stan, Eelco wil graag weten: er wordt vaak gezegd dat Nederland geen goede verdedigers meer kent. Wie vind jij de beste in onze competitie? Ik vind Sven van Beek wel heel goed. Waar speelt hij?
bij Feyenoord. Oh, dus Sven van Beek. Ja. Ja. Maar het gaat er ook om de ontwikkelingen. Ja. Wat voor potentieel de spelers hebben. Ja. En daar zie ik bij Bruma en Rikik ook nog wel veel rek in zitten. Kijk, dus daar zit inderdaad wat Ilko wil weten. Waar zit potentie in deze namen? Ja, absoluut. Ja. Ga je nog naar het kampioensfeest later vanmiddag? Nee, we hebben andere verplichtingen. Echt waar? Is dat oud zien of is dat gewoon dat je denkt van... Ik ben vaak genoeg als er feestjes zijn. Het was mooi dat Willy van der Kuilen de schaal mocht uitreiken. Hè? Ja, dat die heeft hij in het verleden ook al eens eerder gedaan. Dus ja, dat is zeker mooi. Ja. Is PSV aardig voor zijn oud spelers? Ja, er wordt steeds... Ik voetbal vaak bij oud PSV mee. En er komen steeds meer activiteiten. Dus ja. Dankjewel. En veel plezier bij Langs de Lijn vanmiddag. Dat ging heel even mis. Uit het rijke blooperarchief van de Nederlandse radio. Tom Herlaar. Ja, een tijd geleden. Ja, en Lianne, die zich helemaal zit te prepareren voor morgen, 20 graden, die heeft ook een vrije dag genomen, zegt... Ja. Je moet tegen Tom zeggen dat hij zijn hoofd moet insmeren als hij in de zon zit. Ik heb factor 50 altijd. Op je hoofd? Ja, tuurlijk. Waar anders? Je bent goed verbrand. Kijk, dat heb ik weer. Ja. Oh, sorry. Ja, natuurlijk. Op je hoofd. Ja, je hebt daar geen haar meer zitten. Nee, dat klopt. Ik maak het steeds erger. De Perstribune. Een programma van Max. Het weekend op NPO Radio 1. Een goed verhaal over een kikker, daar krijgt iedereen wel mee. Dat is toch fantastisch? Ja. Met cultuur. Laat het maar. Veldhuis over. Met taal. Ik heb dat omschreven als die vlechten zijn zo lang... dat haar onderaan heeft gewoon nog de val van de muur meegemaakt. Politiek. Gewoon weer de postbank terug, meneer Toon. Ik zou het heerlijk vinden. Met onderzoeksjournalistiek. Het is echt ontluisterend wat u allemaal boven water hebt weten te krijgen. Met natuur. Edelhechten op 10 uur. Indringende interviews. Ik vind je ook wel een beetje stijfjes nog. Ja? Ja. Wat verwacht jij? Dat je gewoon met me praat. En sport. Voor het eerst in 14 jaar een Nederlander op het podium. Want Terpstra wordt tweede. Het weekend op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.